ben Kees van Dijk. Ik boer hier samen met mijn vrouw op het landgoed Rijnauwen, vlakbij Amersweert. Wij hebben een melkveehouderijbedrijf van 80 melkkoeien. En we hebben een fruitteeltbedrijf van 9 hectare. We zijn bezig in de fruitteelt met milieukeur. En daar zijn we ook bezig met het duurzaamheidsproject. En dan worden gekeken of dat er insecten zijn die in het gebied zitten, of dat die nuttig zouden zijn voor in de boomgaard. Soms gaat me dat wel eens niet vlug genoeg, dus dan denk ik bij mij van we gaan ze een beetje helpen. We gaan bloemen in de boomgaard zaaien waar de insecten op afkomen. En dat die insecten dus in principe de nuttige insecten helpen in de boomgaard. Dit is natuurlijk wel een experiment waar we proberen voor elkaar te krijgen om dus minder gewasbescherming te gaan gebruiken. En zodra ze dus veel meer nuttige insecten in de boomgaard krijgen, die nuttige insecten die parasiteren of die eten eventueel de schadelijke insecten op. En daardoor hoeven we dan minder bestrijding uit te voeren. Of dat gaat lukken, weten we niet. We gaan de zaak monitoren. Van het Bolk Instituut hebben ze nu gemonitord, kijken hoe het op dit moment is. We gaan de bloemen zaaien en die bloeien ongeveer met een week of 5-6. En dan in augustus, in september en oktober gaan ze weer monitoren en kijken of dat het resultaat heeft. We willen in principe toch steeds meer een duurzaam bedrijf zijn met zo min mogelijk chemische middelen. Als dit misschien maar een oplossing is voor 10% of misschien wel voor 5%, we weten niet of dat het gaat werken. Maar alle kleine beetjes die helpen. Ik ben het meeste trots op dat ik hier aan mee kan werken aan een hele duurzaam gebeuren. Om te laten zien aan de consument dat de landbouw daar ontzettend veel mee bezig is. En of dat we daar altijd resultaat mee halen, dat is ook zo. Dat lukt niet altijd, maar we zijn er wel heel druk mee bezig.